De provincie wil de bereikbaarheid in de regio Holland-Rijnland vergroten en zet daar fors op in door de aanleg van de Rijnlandroute. Nou, een belangrijk onderdeel van die Rijnlandroute is de 2,5 kilometer lange boortunnel onder Voorschoten door. Die begint hierachter en bij wijze van hoge uitzondering mogen wij straks een kijkje gaan nemen in de tunnelboormachine. Maar voor het zover is, kijken we nog even naar een overzicht van het totale project. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg wordt verbreed en deels verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Naast de Torenvlietbrug komt een tweede nieuwe brug. Ook het fietspad wordt aangepast en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Tussen de A4 en de A44 komt een nieuwe weg, de N434. Deze weg bestaat uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 worden ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West verandert fors. De Europaweg in Leiden wordt ook verbreed. De Lammebrug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. En het Lammeschansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. Arjan, dat is hem. Of dat wordt hem eigenlijk, hè, de boortunnel, want die wordt nu geboord. Die wordt nu geboord, ja. En we zien al een deel wat gereed is. Ja, dat is de linkerbuis, hè? Dat is de linkerbuis, waar die lampjes branden. Ja, en die wordt nu geboord. Ja. Ja, mooi onderdeel van de Rijnlandroute. Sowieso wel een mooi indrukwekkend project, hè, in zijn geheel ook. De Rijnlandroute is echt een fantastisch project. Ja. Als civiel technisch ingenieur, dan zit echt alles in wat je maar kan bedenken. Een tunnel, mooie flyovers, een verdiepte bak, viaducten, bruggen. Het is werkelijk, het kan niet op. Je wordt er helemaal blij van. Ja, ik word er blij van. Ja, het zijn hele mooie projecten. Ja. Hey, en waarom een tunnel? Want je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon hier bovengronds een weg te laten lopen. Ja, ja. Toch? Nee, dat klopt. Sneller klaar, asfalt, lekker rijden. Goedkoper. Gewoon ook door. Dat. Ja. Ja. Nee, maar je moet je voorstellen, Johan, dat je al vanaf de jaren 40, vorige eeuw, hè, spreek wel, is zo'n project in voorbereiding. Want zo'n project komt niet zomaar van de een op de andere dag tot stand. Dat is lang. Dat is heel lang, hè? Ja. Maar ja, goed, het gaat over geld en over nut en noodzaak. En, ja. Maar als je nou gaat kijken wat je allemaal tegenkomt hier op dat tracé. Heb je een Rijn-Schiekanaal, je hebt boerderijen. Nou, dan kan je nog zeggen, oké. Maar je krijgt dan Voorschoten, je spoorlijn, een tennetmast. Sportvelden waar die onderdoor gaat. Sportvelden, zilverfabriek. Ja, dan moet je dat allemaal slopen. Dus dat, uiteindelijk is in overleg met gemeentes, provincie. En omwonenden, ja, en die omwonenden die hebben ook geprotesteerd, hoor. Want het is die wilden een tunnel, hè? Die wilden een tunnel, dat is ook logisch. Is het uiteindelijk gekozen voor een boortunnel? Want daarmee voorkom je een aantal van dat soort problemen. Om de tunnelbuizen van de nieuwe N434 te maken, is een enorme boormachine nodig. De onderdelen van deze machine zijn gemaakt in Duitsland en via het water en over de weg naar Leiden vervoerd. Daar is de tunnelboormachine, ook wel TBM genoemd, in de ontvangschacht van de tunnel in elkaar gezet. Dat is een operatie waar tientallen mensen 2,5 maand aan gewerkt hebben. De TBM boort zich eerst dieper de grond in om vervolgens een horizontale weg van de A4 richting de A44 te boren. Marijn Brugman legt uit hoe dit werkt. Marijn, jij bent ontwerpleider van de boortunnel. Ja. En dan denk ik, hoe ontwerp je een boortunnel? Want een boortunnel is toch standaard? Dat is eigenlijk gewoon zo'n betonnen koker waar je asfalt in legt straks. Ja, een boortunnel is standaard in de zin dat hij rond is en geboord wordt. Ja. Wat elke keer anders is, is de ondergrond waar je doorheen moet boren. Dus daar doe je als eerste ook het meeste onderzoek naar. Je wil weten waar je doorheen gaat boren. Of het is bijvoorbeeld zand wat uit de... Oh, dit komt allemaal uit de boortunnel? Ja, dit is... Dat ook? Ja, daar zie je de grond die uit de geboorde tunnel is gekomen. Ja. Oh, je hebt geknutseld? Ja, ik heb hier nog wat voorbeelden meegenomen. Je ziet hier eigenlijk het lengteprofiel. Waar we doorheen gaan boren en dat we hebben gemaakt op basis van al die boringen en sonderingen die ik net noemde. En hier zie je een aantal voorbeelden van grond waar we doorheen hebben geboord. Je ziet dus kleigrond, zand, hier zie je wat grind, dus allemaal verschillende grondsoorten. Oh, en dat zijn deze lagen, dus ja, dat klopt. Dit,
Ja. Kun je eens uitleggen wat hierbovenin je ziet? Hierbovenin zie je eigenlijk de slappe lagen. De slappe lagen zitten bovenin tot een meter of 10, 15. En wat is dan slappe laag? Dat slap is veen echt heel, ja, dat is klei en veen. Prut. Is, ja, prut. Echt heel slap. En daaronder zie je de zandlagen. Eigenlijk wil je met de tunnel zo snel mogelijk naar die zandlagen toe. Die zandlagen zijn stevig. En daar kun je in boren? Ja, en die kan je makkelijker in boren. Dus we starten met boren relatief ondiep en dan gaan we door die kleilagen zo snel mogelijk heen naar zo die zandlagen. Zo naar beneden? Ja, ja, en dan willen we horizontaal door die zandlagen. Die geven wat stevigheid ook aan die tunnelbuizen. Op het werkterrein direct langs de A4 liggen de betonnen segmenten voor de bouw van de tunnel opgeslagen. Rafael Lasso is coördinator voor het tunnelteam en staat in contact met alle partijen waar het boorteam mee te maken heeft. Zoals hij zelf zegt, lost hij alle problemen op voordat ze ontstaan en hij legt ons uit hoe van al die segmenten de tunnel gebouwd wordt. Ja, hier ligt, als het is vol, bijna 100 ringen, dus 700 segmenten. Oké, want even uitleggen, ja, als je de tunnel bouwt, ja, dan doe je dat met segmenten. Ja. En een segment is één zo'n tunneldeel. Ja, dus één ring bestaat uit 7 segmenten, 7 verschillende segmenten. Dat we hebben hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Ja. En dan je maakt één ring met 7 segmenten. Oké, en dan dit is zeg maar de breedte van de ring? Ja, ongeveer 2 meter. Oké, en die tunnel die bestaat dus eigenlijk uit allemaal ringen die achter elkaar worden geplaatst en in elkaar worden gedrukt. Ja, ja, dat is het. Hey, en dit zijn wel, dit is enorm zwaar natuurlijk, want ze worden natuurlijk van het karretje afgehaald. Ja. En dat wordt even vacuüm gezogen en dan denk je zo, dat valt wel mee. Ja, het lijkt zo gemakkelijker, maar het is niet zo. Enfin, het is bijna 10 ton in segment, dus het is toch zware delen. En soms we vergeten hoe zwaar ze zijn, ja, want als je kijkt naar het karretje zo. Ja. Ja. Maar voor mij ziet dit er allemaal hetzelfde uit. Ja, het lijkt zo, maar op iedere segment heb je een identificatienummer. Dus iedere segment heeft een beetje zijn naam. Barcode. Ja, van de fabriek tot de tunnel, we weten welke segment is waar. Oh ja, dat wordt helemaal gevolgd. Ja. Hey, en wat maakt dat uit dan? Want heb je verschillende ringen? Want als elke ring hetzelfde zou zijn, zou dat natuurlijk niet uitmaken. Dat suggereert dus eigenlijk dat je verschillende ringen hebt ook. Ja, ja, we hebben verschillende type ringen. Bijvoorbeeld hier, we zien het is standaard element, want het is geschreven ST. Ja. Maar aan de voorkant daar zijn dwarsverbindingen. En dat is een speciale ring, er zijn meer wapening, zodat we kunnen het segment weghalen en die dwarsverbinding maken. Oh, dat je erin kan boren, maar er moet meer wapening in zitten. Ja, zo. Dat is zo. Maar voordat deze segmenten geplaatst kunnen worden in die tunnel, wordt die grond natuurlijk afgegraven. En dan denk ik, waar blijft die grond? Gaat dat met karretjes steeds een karretje grond de tunnel weer uit? Of? Nee. Echt, het is moeilijk om grond van de boormachine weg te halen naar buiten. Ja, dat is heel veel natuurlijk. Ja, dus we gebruiken een speciale vloeistof, een transportvloeistof, dat we noemen bentoniet. Bentoniet? Ja. En wat is dat dan? Ah, loop even mee, ik zal het aan jou tonen. Oh, je hebt het ook? Ja, ik heb het ook. Oh, je hebt al van alles klaargezet? Ja, ik zal het aan jou tonen hoe het is bentoniet met zand. Kijk wat er dan gebeurt. Okay. Ja. Oh, ja. Dus hier we hebben we zand. Ja. Dus als we plaatsen zand, ja. Ik heb nu al het gevoel als ik meedoe aan heel Holland bakt. Ja. Kijken wat er uitkomt. Ja, we zullen zien. Een mooie cake. Ja, mooie cake. Hop. En hier je hebt bentoniet. Oh, dat is bijna een soort chocolademelk. Ja, het lijkt zo. Maar het is powder dat we mixen met gemengd met water. Oh. En dat komt zo. En dan met die grond, je ziet het is moeilijk hè, die grond om weg te halen. Maar als je brengt bentoniet, dan het komt een beetje. Oh, het is een beetje dikker. Ja, dan komt het zoals een beetje een vloeistof. Oh ja, maar het is dikker dan water. Het is een beetje dikker dan water, dus ja. Niet heel vloeibaar, maar het is net een soort smurrie geworden. Ja, slurrie, ja. Slurrie. Ja. Wat is het verschil tussen smurrie en slurrie dan? Dat weet ik niet. Oh, dat weet ik niet. Belgisch is waarschijnlijk slurrie en Nederlands is dan smurrie. Ja, dat zal het zijn. Oh ja, maar en dit is dan, nu is het zo zacht en vloeibaar. Maar als ik zo zit te roeren, hè, dan denk ik, je had dit toch ook gewoon met water kunnen doen? Want dan kun je ook die grond wegspuiten. Ja, dat is niet zo, want als je gebruikt water, dan zal je echt een laag water boven hebben en dan de zand zal blijven op die leidingen. Dat zakt natuurlijk naar beneden. Ja. Oh, en dit wordt dan die smurrie, of slurrie zoals jij zegt, maar dat blijft gemengd? Ja, dat blijft gemengd. Oké, en als het dan de tunnel uitkomt, waar gaat dit dan heen, dat mengsel van grond en bentoniet?
Dus via die leidingen, dat gaat naar die witte gebouw, dat je kan ook zien vanaf die A4. Ja, als je daar langs rijdt, zie je, oh, en dan gaat het heen. Ja, en dat is wat we noemen scheidinginstallatie, bentonietscheidinginstallatie. Ja. Waar we verdelen die grond en de bentoniet. Oh, die worden uit elkaar gehaald? Ja. Bentoniet wordt hergebruikt waarschijnlijk? Bentoniet is, ja. En waar gaat de grond dan heen? En de grond, dat gaat in de grondpers, daar. Ja. En het is gemengd. Met water en dat gaat naar die Vlietlandplaats. Ja, ze hebben natuurlijk daar heel veel zand afgegraven. Die oevers daar zijn echt zo. Ja, omdat er zoveel gegraven is, loopt weg bijna. Ja, en dus we moeten een beetje de oevers beter maken, zodat voor de natuur het is ook beter. Wat vloeiender laten aflopen. Ja. We gaan naar de tunnelboormachine en dit is hoe die werkt. Zo'n 30 meter onder de grond boort de machine twee tunnelbuizen onder Voorschoten door. Elke tunnelbuis is ruim 2 kilometer lang en heeft 2 rijbanen. De tunnelboormachine is speciaal ontworpen voor de Rijnlandroute en heeft een diameter van bijna 11 meter. De machine graaft de grond weg en bouwt tegelijkertijd de tunnelbuis. Het is eigenlijk een rijdende fabriek van 100 meter lang. De boormachine bestaat uit een boorschild van 8 meter lang met een graaf- en werkkamer met daarachter de besturingscabine en alle elektrische en hydraulische installaties. Op de kop van het boorschild bevindt zich het graafwiel. Met het graafwiel schraapt de tunnelboormachine steeds laagjes grond weg. De weggegraven grond valt in de graafkamer die gevuld wordt met bentoniet. De vloeibare mix van afgegraven grond en bentoniet wordt naar buiten gepompt. Naast het boren bouwt deze machine ook de tunnelbuis. Hiervoor worden in totaal 16.680 betonnen segmenten gebruikt. De onderdelen worden tot op de millimeter nauwkeurig geïnstalleerd en gezekerd. Na ruim 2 kilometer komt de boormachine hier uit in de ontvangschacht. Daarna gaat hij weer terug naar de A4 en van daaruit begint het graven van de tweede tunnelbuis. Ja, ik ben nu op weg naar de tunnelboormachine. We rijden door de tunnel voor zover die al gemaakt is. En dat is eigenlijk al een heel tof gezicht met al die lampjes en het hele betonnen geraamte wat je zo ziet. Maar die tunnelboormachine die graaft natuurlijk gewoon verder. Dus die is inmiddels 2 kilometer ver. Gelukkig hoeven we dat hele stuk niet te lopen. Maar zitten we in een of ander karretje, een speciaal karretje wat ons daarheen brengt. Maar het is echt wel tof om te zien hoe die tunnel er nu uitziet. En dan wetende dat we straks hier met z'n allen doorheen gaan rijden. Kijk, nu is het nog helemaal rond. Maar straks komt er nog een asfaltlaag in. En daar rijden we natuurlijk overheen. Maar ja, nu eerst maar eens naar die machine om te kijken hoe die tunnel gemaakt wordt. Hoe die segmenten ook in het echt, we hebben natuurlijk in de animatie gezien. Maar hoe ze in het echt ook geplaatst worden tegen de grond aan. Het is echt een heel bijzonder proces. Aangekomen bij de tunnelboormachine word ik opgewacht door Thomas Schubert. Hij is verantwoordelijk voor het hele boorproces. Thomas. Goedemiddag Johan. Hoe is het? Ja, goed. En met jou? Ja, ik vind het super tof. Wij komen van buiten en dan heb ik die segmenten natuurlijk buiten zien liggen. Maar als je dan dit ziet, die tunnel die daar al ligt. Ja, dat is een eindje lopen nu, hè? 2 kilometer. Ja, wij mochten met de autootje mee. Ah, oké. Okay. Ja, karretje, leuk hè? Ja, prima. Nou mag ik hier binnenkomen. Om een kijkje te nemen, om te laten zien hoe zo'n tunnel geboord wordt en hoe de segmenten geplaatst worden. Maar dat is best wel bijzonder, hè? Want eigenlijk mag hier niemand naar binnen. Nou, het is niet noodzakelijk een plek om bezoekers te hebben. Maar niet noodzakelijk, Voor jullie hebben wij een uitzondering gedaan. Het is beperkte ruimte, het is luid. Er zijn draaiende onderdelen, also het is niet zonder gevaar. Je moet weten waar je hier naartoe stapt en wat je hier doet. Ja, dus goed oppassen. Ja. Ja. Hey, wij staan nu eigenlijk op het randje, de achterkant van de machine. Hè? Die machine is nog 100 meter lang. Ja, precies te zijn 108. 108? Ja. Ja. Wat een enorm ding, hè? Dat realiseer je eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is omdat het volledig in die tunnelbuis staat. Ne? Ja, helemaal vol. Ja, ja. Waardoor je niet ziet dat het een losse machine is. Precies. Ne? Ja. Hey, nou is die machine is 108 meter lang. Mm-hmm. Die tunnel is 2,3 kilometer mm-hmm. uiteindelijk. Hoe lang doe je erover om één zo'n buis, want het zijn natuurlijk twee buizen tussen de A4 en de A44. Hoe lang doe je erover om één zo'n buis te graven en de segmenten te plaatsen, de tunnel te maken?
na ruim een half jaar. Het boren van de tunnelbuizen is specialistisch werk. Een team van buitenlandse experts reist de hele wereld over om dit soort tunnels aan te leggen. De tunnel van de Rijnlandroute is de 12e boortunnel in Nederland en hieraan werken 80 mannen uit 19 verschillende landen. Het werk aan de tunnel gaat 24 uur per dag en 7 dagen per week door. De mannen werken 8 dagen van zo'n 8 tot 12 uur achter elkaar onder de grond, waarna ze 6 dagen vrij zijn. De betonnen segmenten worden met een speciale tunnelvrachtwagen aangevoerd, waarna de segmenten met een vacuümplaat worden vastgezogen. Vervolgens worden de koppelstukken eraan bevestigd en worden de segmenten op het transportband gezet, waarmee ze verder de boortunnel in worden getransporteerd, naar de plek waar ze ingebouwd worden. George. Hello. Hello, you're the pilot. Yeah. And what's your job exactly? Controlling for the machine. I have to excavate, I have to respect some parameters, and I need to keep the production. And you do it all from here, from this little room? Yeah, exactly. This is the control cabin. And how do you know that the machine exactly follows the path it has to follow? Okay, we have a parameter sheet. That include a lot of things, and we just need to follow these parameters. Okay, I understood it's about millimeters. Of course, it's millimeters. Everything is about millimeters. And how do you control that? What's the shear? As you can see, this is our speed. We are doing 58 millimeter per minute. How do you control it? Do you have a screen where you can say a millimeter to the left, a millimeter to the right? Of course. Everything is technology. Yes. In my old days, we didn't have all that. In my old days, we go, let's say, approximately. Now it's everything calculated by technology, and we have the luck to can follow exactly what we need to follow. This need really good experience and to know exactly what you are doing. Yes. Nothing is by luck, everything is calculation. If somebody can think that tunnels can happen by luck, it's wrong. Als er weer een stuk grond is weggegraven, kunnen de betonnen ringen worden geplaatst. Eén ring bestaat uit 7 segmenten. Ook hier worden die met behulp van een vacuümmachine opgepakt en naar de juiste plek gebracht. Ook dit is millimeterwerk en moet zorgvuldig gebeuren zodat de tunnel niet alleen netjes, maar ook waterdicht wordt opgeleverd. Het bouwen van één tunnelbuis van ruim 2 kilometer duurt 6 maanden. Naar verwachting kunnen we eind 2022 van de tunnel gebruik maken. Thomas, mag ik jou onwijs bedanken voor vandaag? Graag gedaan. Ik vond het fantastisch om te zien hoe die tunnel gebouwd wordt, waar straks honderdduizenden mensen elke dag doorheen gaan. Mm-hmm. Mooi, hè? Ja. Maar die mensen zitten nu ook naar dit programma te kijken en die willen natuurlijk weten waar wij precies hebben gestaan. Dus ik heb dit logo meegenomen, het logo van Omroep West. Mm-hmm. Vind je het een goed idee als ik dat hier even op de wand spuit, dat straks als mensen door de tunnel rijden, dat ze ons logo zien? Mag dat? Ja, ik weet niet of het onze klant goed vindt, maar voor jou doen wij dat. Oh, echt? Oké, cool. Wacht. Ja! Hé, die is mooi. Ja. Ik ga nooit vergeten dat ik hier geweest ben. Oké. Okay. Maar jij gaat ook niet vergeten dat ik er geweest ben. Precies. Maar... waar is de auto? Want die is net, ziet nog het rode licht. Ja. Ik denk je moet lopen. Nee, ben je serieus? Ja. Oké. Nee, schapje. Moet ik echt lopen? Ja. Okay. Nou, toch bedankt voor tot alles. Tot ziens. Hey, doei. Hey. Nou, lekker geregeld. Hoe lang was die? 2 kilometer, geloof ik. Maar ja. Het was wel super interessant. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland? Kijk dan op omroepwest.nl/Rijnlandroute.